Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van de speciale verkiezingenreeks van Nieuwe Oogst TV. De verkiezingen staan bijna voor de deur, 15 maart is het zover. En tot die tijd behandelen we in deze speciale reeks de onderwerpen die voor u als agrariër van belang zijn bij de Tweede Kamerverkiezingen. En elke aflevering schuift hier een politicus aan en die probeert natuurlijk u als agrariër voor zich te winnen. En vandaag is het de beurt aan de nummer 12 van de VVD, Helma Lodders. Helma, goeiedag. Hallo. Stel je eerst even kort voor. Nou, ik ben Helma Lodders. Ik woon op een melkveehouderijbedrijf in Zeewolde. Oorspronkelijk kom ik uit Brabant, opgegroeid op een akkerbouwbedrijf. En sinds 2010 mag ik deel uitmaken van de VVD Tweede Kamerfractie. En ik mag me bezighouden met landbouw. Belangrijk onderwerp. Niet alleen de primaire sector, maar de hele keten. Belangrijk voor de BV Nederland. Nou, leuk dat u hier bent. Welkom. Dankjewel. We beginnen vandaag met drie stellingen. Die leg ik aan u voor. Alleen een ja of een nee. Daarna krijgt u alle tijd om het toe te lichten. Maar in eerste instantie zijn we streng en is het alleen maar ja of nee. We beginnen met de eerste stelling. We moeten zo snel mogelijk weer af van het systeem van fosfaatrechten. Ja. De regels rond de gewasbeschermingsmiddelen in Nederland zijn te streng. Nee. En stelling 3. Het is goed dat de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer zit. Nee. Dank u wel. We nu tijd om ze toe te lichten. En dan beginnen we ook weer met stelling 1, de fosfaatrechten. U zegt, we moeten er zo snel mogelijk weer vanaf. Waarom? Dat klopt. Het systeem van fosfaatrechten is nu helaas nodig om de derogatie voor de veehouders te verkrijgen in Brussel. Derogatie om meer mest uit te mogen rijden. Als we de derogatie zouden verliezen, dan zou het betekenen dat we nog veel meer moeten inkrimpen als het gaat om de veehouderij. En dat is onwenselijk en dat zou niet mogen gebeuren. Maar een stelsel van fosfaatrechten is een beperking op de melkveehouderij. En ja, dat is eigenlijk niet nodig als we weten en als we zien dat er eigenlijk allerlei grondstoffen vanuit mest te onttrekken zijn. We kunnen fosfaat onttrekken uit mest, we kunnen een mineralenconcentraat maken. Eigenlijk allemaal dingen die goed zijn voor het milieu, goed zijn voor de portemonnee van de boer. En dat moeten we zo snel mogelijk zorgen dat het ook in de regelgeving verankerd is. En als we dat hebben gedaan, dan hebben we dat stelsel van fosfaatrechten, overigens ook de andere dierrechten, niet meer nodig. Wat voor termijn denkt u daarover? Dat is heel lastig om daar een voorspelling te maken, want we zijn afhankelijk, mede afhankelijk van Brussel. Maar de route daar naartoe, dat is een belangrijke. En ik ben heel blij dat dit kabinet, VVD, Partij van de Arbeid, voor het eerst in nou, eigenlijk 8 jaar dat we al praten over allerlei ontwikkelingen, nu gezegd hebben van nou, dat fosfaatproductieplafond, dat moet geschrapt worden. Lukt dat niet in Brussel, dan zetten we in op het salderen van die mest die niet in het Nederlandse milieu verdwijnt. Dus neem onder andere de pluimveemest, dat wordt verbrand, maar zo zijn er nog wel andere, ook in de varkensmest wordt veel verwerkt. Dat zouden we willen salderen, dus dat is een eerste stap. Ik hoop dat dat in de huidige of in de komende derogatieperiode meegenomen kan worden. Ik denk dat dit de grootste opdracht is voor de nieuwe periode. Dan gaan we naar de gewasbeschermingsmiddelen. Die zijn niet te streng, zegt u. Nou, als we het hebben over de toelating van de gewasbeschermingsmiddelen, dan moeten we rekenschap geven van de gevolgen voor volksgezondheid. Maar zeker ook voor de natuur en omgeving. En de wijze waarop het nu georganiseerd is, we hebben een wetenschappelijk bureau, het CTGB, het College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden. En zij bepaalt op wetenschappelijke wijze of een middel wel of niet toegelaten kan worden. Zo'nzelfde instituut hebben we ook in Europa. En ik vind dat heel goed en heel verstandig dat we dat op basis van wetenschappelijk onderzoek doen plaatsvinden. Want anders krijgen we, zoals we ook de afgelopen jaren in de Kamer helaas hebben gezien, dat de middelen verdwijnen op basis van de onderbuikgevoelens. Dat is desastreus, dat moet je niet willen. En de regelgeving is streng, maar wel rechtvaardig. Er is wel winst te behalen en daar heb ik me ook in de afgelopen periode sterk voor gemaakt om veel meer uit te gaan als het in een land toegelaten is een middel, om dat ook in Nederland op die manier toe te staan en te kijken hoe kunnen we etikettering verbeteren. Nou, daar zijn gelukkig stappen in gemaakt. Want voor veel boeren lopen daar wel tegenaan, tegen die strenge regels.
Ik denk dat er voor heel veel boeren veel middelen zijn. In de kleine teelten, daar is het wel problematisch. Nou, ik heb ook al een initiatiefvoorstel aangekondigd om met name voor de kleine teelten en de groene gewasbeschermingsmiddelen een snellere procedure te vinden. Maar ik denk dat iedereen het van belang vindt dat als we middelen gebruiken in dit land, dat geldt ook in Europa, dat ze wel veilig zijn voor volksgezondheid en omgeving. En dank u wel. Dan gaan we nog even naar de Partij voor de Dieren. U zegt nee. Ja, dat is natuurlijk altijd een hele moeilijke vraag. Maar ik denk als boeren nu deze vraag krijgen, dat boeren daar echt wel pijn in hun buik van hebben. Kijk, aan de ene kant is het heel erg goed dat de Partij voor de Dieren een aantal discussies aanwakkert in de Tweede Kamer. Maar tegelijkertijd vind ik dat er te veel op basis van de onderbuik wordt besloten. En dan noem ik het voorbeeld de koe in de wei. Als dat op een laatste avond, net voordat de Kamer met reces gaat, er doorheen gedrukt wordt. Je ziet dat een aantal partijen dan daar ook meegaan, om welke redenen dan ook. Nou, zo'n motie wordt aangenomen en dat is heel erg kwalijk, want de gevolgen zijn heel erg groot voor de melkveehouderij. Ja, als alle veehouders verplicht gaan worden om de koeien verplicht in de wei te sturen. Op die manier kan je niet besluiten. De aanjaagfunctie, dat is prima en ik denk dat het heel goed is. Eigenlijk zo'n partij hoort niet in de Tweede Kamer. Nou, zo'n partij, natuurlijk hoort ook een Partij voor de Dieren hoort in de Tweede Kamer, maar ik moest ja of nee zeggen. Ik vind wel dat we, als we het hebben over de toekomst van in dit geval de veehouderij, en dit voorbeeld ging heel specifiek over de melkveehouderij, dan vind ik dat kwalijk dat op een, nou, ik noem het wel eens een achternamiddag, zo'n besluit met desastreuze gevolgen wordt genomen. En op basis van debat en inhoud vind ik het heel goed. Maar als we het op deze manier besluiten nemen, vind ik dat niet goed. Er zijn nog even een paar andere onderwerpen waar ik het graag met u over wil hebben. We hebben vanuit Nieuwe Oogst een onderzoek gehouden. Waar gaan boeren op stemmen? Hebben we afgelopen week in de krant gepubliceerd. En daar staat in dat de steun vanuit de agrarische sector voor de VVD heel erg is afgenomen. In 2012 zijn nog 40% van de agrariërs op de VVD te stemmen. Dat is nu met 15% gedaald, 25%. Hoe denkt u dat het komt? Nou, als we kijken naar de afgelopen periode dat de VVD dit kabinet samen met de Partij van de Arbeid is aangegaan, stonden we natuurlijk niet zo heel goed voor. Zowel financieel, economisch waren het hele moeilijke tijden. We hebben als VVD de verantwoordelijkheid genomen om toch een regering te vormen, een coalitie te vormen met een partij die lijnrecht tegenover de VVD staat. Zeker op onderwerpen die de land- en tuinbouw raken. Dus dat is geen eenvoudige opgave geweest. We hebben ook een aantal maatregelen moeten nemen die de boeren en de tuin dus raken. Dus ik kan me dat goed voorstellen dat er best enige frustratie is. Maar tegelijkertijd zien we wel dat financieel-economisch staan we er veel beter voor. Dat voelt nog niet iedereen op zijn eigen boerenerf. En ja, daar wil ik in de komende periode voor knokken dat ook iedereen op het boerenerf gaat voelen. Want uiteindelijk, de staatssecretaris van de PvdA krijgt een 3,6 van de boeren. Dat is echt een extreem laag cijfer. Het is een PvdA-staatssecretaris. Had de VVD niet beter 4 jaar geleden kunnen zeggen, staatssecretaris moet van de VVD komen, de staatssecretaris voor landbouw? Nou, als er een coalitie gevormd wordt, dan ga je onderhandelen en uiteindelijk worden de posten verdeeld. Alle posten zijn natuurlijk belangrijk en zou je het liefst ook in VVD-handen willen zien. Tegelijkertijd moeten we ook zo eerlijk zijn dat dat niet haalbaar is. Deze staatssecretaris krijgt een onvoldoende van het publiek. Maar ik denk de vorige staatssecretaris, die stond er een stuk beter voor. Dus het is ook de affiniteit die je hebt met een sector. Ik zou graag voor de boeren willen knokken om te zorgen, nu het gewoon financieel-economisch beter gaat, dat ook gevoeld gaat worden door de boeren. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Dank u wel. Mevrouw Lottes, we zijn bijna aan het eind van deze uitzending. U heeft nog een minuut de tijd om de boerenharten voor u te winnen. We zijn streng, dus na een minuut gaat de kookwekker af en
ja, is het de tijd voorbij? Nederland heeft een prachtige positie, is tweede voedselexporteur van de wereld. En de komende periode wil ik graag knokken om die positie te behouden en verder te versterken. Daarnaast ga ik me inzetten om de mestwetgeving op de schop te nemen, zodat er meer ruimte is voor innovatieve ontwikkelingen en zorgen dat ruimte is voor ondernemerschap. Zeker op dat dossier, maar dat geldt voor alle zaken. Daarnaast een krachtige NVWA, die is belangrijk voor de concurrentiepositie van de agrarische sector naar het buitenland. Bent u het met me eens? Stem dan VVD nummer 12. Nou, precies binnen de minuut. Hartstikke goed gedaan. Bedankt. En u bedankt voor het kijken naar deze speciale verkiezingsuitzending van Nieuwe Oogst TV. De volgende aflevering is het de beurt aan Elbe Dijkgraaf van de SGP. U bedankt voor het kijken. En volg ons vooral op Twitter, Facebook, Instagram en YouTube. En nou, mevrouw Lorris, heel veel succes met de verkiezingen, met de komende debatten, alles wat u nog gaat doen. En tot een volgende keer.